27 juli 1227 vond hier de slag bij Ane plaats. Drentse boeren kwamen in opstand tegen de bisschop van Utrecht. De slag is de geschiedenis ingegaan als de overwinning van het gewone volk op een landheer. Over de achtergronden en het verloop van de slag bij Ane gaat deze aflevering van het Oversticht. Dus van oorsprong het kasteel dus van Koevardens. Hier woonde dus de kastelein van Koevardens ook dus in ten tijde van de slag bij Ane. En dit bestaat nog steeds. Er zijn nog steeds nazaten van Rudolf van Koevorden. Maar het is van oorsprong het kasteel van Koevorden. Deze mensen hadden in wezen alles voor het zeggen, denk ik. Hè? Omdat ze dus machtig waren, ze hadden bezit. En je moet natuurlijk ook bedenken, als je stamt bij zo'n aardig geslacht, je had ook de mogelijkheid om te ontwikkelen. Mensen hadden kennis, konden lezen en schrijven, wat heel veel mensen dan ook niet konden. Dus ze waren eigenlijk de massa een streepje voor. Rudolf was een hardvochtig heerschap. Hij was heerser over eigenlijk Drenthe en Groningen. Dat was hem erfelijk toebedeeld door zijn grootvader, de bisschop van Utrecht, Herbert van Bierum. En Rudolf was een edelman in zijn hart en nieren die het eigenlijk best wel goed voor had met de bevolking. Maar daar ook wel een graantje van wilde meepikken. Dus Rudolf was iemand die ook wel zijn positie afdwong. Ze zaten op een positie dat ze eigenlijk uniek hadden. Een afgesloten gebied door natuurlijke begrenzing. Dus ze konden dus eigenlijk hun eigen gang gaan. Een beetje vrijgevochten, wars van gezag, dus absoluut geen zin om de bisschop zijn tienden af te dragen. Lekker tol heffen op de handelsroute, want dat geeft een vorm van inkomsten. En het Drentse land had het niet zo slecht met Rudolf. En omgekeerd, Rudolf had het niet zo slecht met zijn Drenthe, want het was één groot volk die eigenlijk geen zin had in dat bisschoppelijk juk. Hij lag regelmatig overhoop met de heren van Ruinen, een oud-adelijk geslacht uit het Zuid-Drentse. Hij lag nog regelmatig overhoop met zijn neven en aangeverwante neven, de heren van Groningen. Groningen was namelijk een bisschoppelijke vesting die ook aan zijn familie was toebedeeld door de erfverdeling die zijn opa had gedaan. Alleen, daar zit een nieuw geslacht van Groningen op een gegeven moment in de tijd dat Rudolf burggraaf van Koevorden is. En hij moet macht delen en dat is iets wat hij absoluut niet wil. Dus hij dwingt daar ook zijn gezag af. En dat leidt regelmatig tot grote oorlogen. De narratio is het eerste geschreven verslag van de slag bij Ane. Opgeschreven door een monnik, midden 14e eeuw, ruim 100 jaar na die slag. Er wordt melding gemaakt van een slag waarbij Drentse boeren en hun vrouwen onder leiding van Rudolf van Koevorden vochten tegen het machtige leger van de bisschop van Utrecht. Er zijn eigenlijk twee lezingen. In de eerste plaats dus, dat is beschreven in de narratio. Het is enige geschrift uit die tijd, geschreven door een monnik, uiteraard uit het kamp van de bisschop. Dat verhaalt ons dat de bisschop hier naartoe kwam om de mensen eigenlijk eens goed te vertellen dat ze hun tienden moesten betalen. Dat is een vorm van belasting. Dat zullen ze dus wel niet gedaan hebben en zullen ze gedwongen zijn. Maar een ander verhaal is, dat leven we ook in de Drentse Volksalmanak, dat de bisschop ten strijde trok tegen een goddeloos volk. Dus je kunt zeggen een bepaalde vorm van kruistocht. Ja, Drenthe was een achtergebleven gebied, tussen aanhalingstekens, want het was een gebied wat buiten het bereik van het bisdom lag. En daar speelde natuurlijk nog een beetje van vroeger de natuurgodsdiensten een rol. Dat mag je misschien aanwenden als aanleiding voor een kruistocht. De werkelijke aard was in feite dat bisschop Otto van Lippe had een foutje begaan. Hij beloofde de paus om naar het Heilige Land te gaan op kruistocht. Hij is gestruikeld op Cairo, Damiate. Daar heeft hij slag geleverd met Arabieren. Vond het niet meer nodig om naar Israël te gaan, is teruggegaan met een heleboel Friesen in zijn gevolg. Daarvan zijn nog sporen in Rome te vinden. Maar hij heeft dus het beloofde land niet bereikt en stond dus in een slecht blaadje bij de paus. Nou, nu had hij eindelijk een aanleiding om dicht bij huis een bevolkingsgroep aan te pakken. En die dan maar te verbannen en te verdoemen als ketters. Ja, dat was voor hem een geweldige aanleiding ook om andere ridders in het gevolg te krijgen. Om daar die mensen in Drenthe's moorden te leren. Het leger van de bisschop van Utrecht bestond uit 400 goed uitgeruste beroepsridders met hun gevolg. Daartegenover Rudolf van Koevorden en een menigte Drentse boeren die vochten voor het behoud van hun land. Op 27 juli 1227 vond de slag plaats in een moerassig gebied wat bekend stond onder de naam Momarite. In de narratio staat beschreven hoe de bisschop een aflaat geeft, een goed hiernamaals is dat, aan iedereen die aan zijn zijde vecht. Het bisschoppelijk leger trok ten strijde, maar hun gewicht met wapenuitrusting bleek te groot.
Eén voor één zakten de ridders in het moeras, waardoor de Drenten ze letterlijk een kopje kleiner konden maken. Onder de 400 ridders die meevochten aan de zijde van de bisschop ook de voorvader van baron van Isselmuiden, Reinhard van Isselmuiden. Dit is ons familiewapen en dat moet voorstellen drie eendjes met afgeknotte poten. Waarom de poten afgeknot zijn is niet helemaal bekend. Men heeft het uitgezocht en men heeft het vermoeden dat het komt doordat we dus uit een moerasrijke omgeving zouden komen. En dat daardoor als de eenden liepen de poten ook wat wegzakten en derhalve ze ook niet meer te zien zouden zijn. Het enige wat bekend is bij ons tot nog toe, dat is dus dat het een ridder was en dat hij dus ook uit dien hoofde aan de zijde van de bisschop van Utrecht ging vechten tegen de ongehoorzame Drenten. De Drenten waren een goed geoliede oorlogsmachine met heel veel slagervaring, want ze hebben heel veel strijd geleverd in het Groningse en omgeving. Waren alleen militair niet dusdanig uitgerust dat je kan spreken van een ridderleger in harnassen en te paard. Ongetwijfeld zullen ze te paard zijn geweest, maar gezien de structuur van de bodem was dat voor hun heel slecht om te doen. Ze waren goed getraind, dat absoluut. Ze waren alleen, doordat het een armer land is, wat minder economisch bedeeld en dus hadden wat minder dure en luxe wapens. Maar ze wisten wel van wat. Bijgestaan door heel veel mensen uit de omgeving, want de natie praat er ook over dat er vrouwen bij waren. Ja, nou terecht, want die woonden daar ook in de buurt en die zagen hun mannen natuurlijk vechten. Die lieten ze niet alleen gaan. Maar het merendeel was toch wel een huurling die betaald werd voor zijn diensten. En ik mag toch rustig aannemen dat het een goed getraind leger is geweest. Absoluut. En daar spreek ik heel veel mensen tegen. Zo zijn het moeras ingereden hier en zich vastgereden hier in het grote gebied hier. Rudolf kwam dus vanaf zijn kasteel, die kwam dus van deze kant, hier zo. En de bisschop, dat is bekend, dus men noemt al de slag bij Aanen, had zijn tentenkamp bij Aanen, dat is een kleine buurschap hier vlakbij. Vandaar is hij opgetrokken hier naartoe, dus die kwam dus van die richting. Dus men trof elkaar hier. En dit gebied moet je zich voorstellen, dit is één groot moerasgebied geweest, de Momorieten. Hier midden op het diepste punt loopt hier de Kleine Vecht, de Koevoordense Vecht, die staat in verbinding met de Overijsselse Vecht. Het is een heel nat en drassig gebied en ja, dat is dus met name voor het ridderleger is dat erg funest afgelopen. Het bisschoppelijk leger zat waarschijnlijk een paar honderd meter naast de doorwaardbare plaats. Dus ze hebben zich een klein beetje vergist in het landschap. Het is duidelijk een hinderlaag geweest, want ze gingen achter de moeras staan. Ze hebben dus heel duidelijk de vijand kunnen bespieden en ze hebben ontdekt dat mensen niet uit deze omgeving kwamen. Dat de heren niet goed op de hoogte waren van de landschapscultuur en structuur. En hebben daar gewoon gebruik van gemaakt, op een gepaste wijze. Ik denk voor die tijd moet het een enorm gevoelige slag geweest zijn. Want wat uit mijn informatie blijkt, ik heb een lijst van omgekomen ridders. Blijken er iets van sowieso al 139 omgekomen te zijn. En voor die tijd 1227, ik denk dat het een gigantische impact heeft gehad op de hele regio daar. Een van de bekendste die eruit schiet is Bernard van Horsmar. En Horsmar is dus een klein plaatsje in de Baumbergen, West-Münsterland. Die dus hier met zijn gevolg naartoe reed. Zo heeft dat een mooi kasteel daar. En die hoorden dus bij het leger van de bisschop. Er waren meerdere ridders vanuit Westfalen die hier dus meestreden. Bernard van Horsmar is daarom bekend, die was drie keer ter kruistocht geweest. En was een beroemd krijger, zoals beschreven staat, een moedig mens. En wat hier beschreven staat, hij is hier staand op zijn schild. En een Drentse boer, het is allemaal heel luguber, die met zijn eigen zwaard dus zijn hoofd doorkliefde. Dus dat is vast in zijn schedel en zo is hij hier het moeras ten onder gegaan. Deze toch zeer beroemde ridder, Ben uit de Goede, zoals men Horsma noemde. Ja, Theo, ik zie daar ridders. Dus ik zie daar het ridderlijk leger op ons afkomen. Ja. Ik voel achter mijn die Drenten joelen. Dus ik krijg het gevoel dat ze deze kant op komen.
Ik zie ze steeds dichterbij komen en hier moet, dat zie ik ook wel, dat hier de slag heeft plaatsgevonden. Ik zie het helder zien. Ik krijg het door, zeg maar, door mijn derde oog. Dat zit hier. Die derde oog die staat weer in verbinding met de hypofyse. Dat is een hormoon die in je hersenen zit. En daardoor kan ik beelden zien die een normaal mens niet ziet. Dus ik zie eigenlijk beelden vanuit die slagveld uit 1227. Die beelden zie ik nu weer voor mij. Die energie wat toen gebeurd is, dat blijft hier ook hangen. En dat pik ik op, helderziend. Het is zo dat Chris heeft dus die paranormale beelden. En ik werk dus alleen met de wiggelroede. Dus ik stel de wiggelroede vragen. En dan is het dus... Kijk, met wiggelroede lopen wil dus gewoon zeggen dat je bewustzijn niet... dat je bewustzijn uitgeschakeld is, maar dat je op je onderbewuste werkt. Dus wat de wiggelroede aanwijst, dat is de vragen, de antwoorden op de vragen die je stelt. Mijn vraag is, waar heeft hebben de meest afschuwelijke taferelen plaatsgevonden? En dan wijst hij die kant uit, waar wij straks naartoe gaan. Dit is de plek waar ik heel negatieve emoties voel. Elke keer als ik hier bij deze plek kom, krijg ik negatieve emoties. Ik vind het nooit prettig om hier te verblijven. Ik blijf liever op het slagveld zelf. Dat is al heeft geen negatieve energie, maar dit is helemaal negatief. Ik zie daar langs die rand, daar bij de bosrand, achter mij ook en opzij, zie ik Drenthe. Iedereen schreeuwen. Ik voel hier angst van het leger van de bisschop. Ze worden hier in de val geduwd. Ik zie hier ook mensen wegzakken. Helemaal echt letterlijk in het moeras. Het is hier gewoon verschrikkelijk. Ook bisschop Otto II kwam tijdens de slag bij Arnhem om het leven. Herkend door de Drenthe, vermoord en in het moeras achtergelaten. De nieuwe bisschop van Utrecht, Willebrand van Oldenburg, was dan ook vastbesloten orde op zaken te stellen. Hij stelde direct hoge belastingen in. Ook dwong hij Rudolf van Coevorde onder veel machtsvertoon tot overgave. Ja, hij heeft ook gezien natuurlijk dat de kracht van het bisdom wel erg groot was. En het bisdom stond niet alleen, want de bisschop van Utrecht die vermoord was, Otto van Lippe, zijn vader was bisschop van Bremen en zijn broer was bisschop van Hamburg. Die hadden nog wel wat geld over. Dus als hij het niet met Utrecht in het Rijn had kunnen krijgen, was hij aangevallen door Bremen-Hamburg. Dus het was voor die termijn was dat een Europese oorlog geworden. Want dat was wel de impact. En dat had ook het gevolg kunnen zijn. Maar goed, hij was door zijn geld heen. En heeft de overgave gevraagd en afgedwongen. Daarbij kreeg hij wel wat voorwaarden opgelegd. Maar het grondbezit mocht hij houden. Dus hij had wel een dusdanig belang nog binnen de edelen in het bisdom Utrecht. Dat hij niet zonder meer aan de kant werd gezet. Dus zijn gezag was er nog wel. Alleen hij heeft moeten boeten voor het vermoorden van de bisschop. Hij is daarna geradbraakt. Onder het toeziende oog van de bisschop is hij geradbraakt door de troepen van de bisschop. Waarbij de bisschop deed alsof hij het niet wist. Wat om politieke redenen zeg maar, toch zeker bekend zal zijn geweest. Een van de boetedoeningen die de nieuwe bisschop van de Drentse bewoners eiste, was de bouw van een klooster. Het moest aan de rand van het slagveld worden gebouwd. Dat is hier dus gebeurd. Vandaar de naam de buurschap Het Klooster. Het was een Cisterciense klooster. Er is beschreven, dus de nonnen konden zich hier niet handhaven. Het klooster is afgebroken. Het bouwmateriaal is destijds vervoerd, zoals beschreven staat, naar Hassen. Een klein gehucht bij Rolde. En dat Hassen is later dus Assen geworden. Rond dat kasteel, Maria en Campus, wat later een heel groot kasteel, klooster geweest is, is Assen ontstaan. Dus de wieg van Assen staat dus hier op het slagveld van Arnhem. Dat was de goedkoopste boete, geloof ik, die ze hebben moeten doen. Ze hebben nog 3000 mensen moeten. Nee, ze hebben 1000 mensen moeten afvaardigen. Als krijgsheer of krijgsman uitgedost. Voor 5 jaar naar Letland. Dat moest hij ook betalen. Ze hebben 3000 zilveren ponden moeten betalen. Nou, een kloosterbouw kost iets minder in die tijd. Dus ze hebben heel veel boete moeten doen.
het in opstand durven komen tegen je landsheer, het was ook de landsheer, dat is natuurlijk heel moedig. En dan met je blote handen kunnen we zeggen. Meer was het niet. En dat is een moedige strijd. De slag is wel de moeite waard geweest, want de bisschop is er zeer goed van onder indruk, of het bisdom is er zeer goed van onder indruk geraakt, dat ze te maken hadden met een volkje wat stond voor dat volk en niet voor het bisdom. En dat heeft geduurd tot midden 1400, voordat het bisdom Utrecht eindelijk kon zeggen van ja, we hebben het Drentse landschap weer terug. Want de echte de gezagsuitoefening van het bisdom is niet helemaal tot z'n recht gekomen daarna. Absoluut niet. De slag bij Ana in 1227. Als de zonne begon te schijnen op de morgen van die dag, in de sponsige mommerieten, daar leverde Drenthe slag. Bij Ana stond de soldaten, de bisschop zijn leger is groot, werd onze heer steef verlaten, want onze volk is in nood. En de bisschop die wil ons als slaven, heer Otto wil ons als knecht. O, zie daar het peerdenvolk draven, maar aan onze kant stiet het recht. En het giet nou om ons eigen, wat waarlijk is van oes. Ze mogen de landschap niet kriegen, dan zijn we geen baas meer in oes. Dat volk zo groot met de sporen, maar blinken bent ze van kwaad. O, blaas nou het boer hoorn, heer Rudolf geef ons raad. Heer Rudolf, uit Koverns veste, die giet met ons vooran. Hij is jou de allerbeste, een waarlijk vrije man. Zie laat nou heur horens klinken, maar wij lokt er hier in het veen. Daarin zult ze allemaal verzinken, de modder die zucht naar beneden. In het moeras gaat de ridders hem delen, de peerden en harnas bent zwaar. Wat helpt er het gold zo gele, valan valk, zie zend in gevaar. De bisschop Luther het leven bij Ane en zo menner daarbij. We hebt ook ons boerenbloed geven, want onze landschap is vrij. En met handen verkramd van het vechten, de mommerieten kleurden zo rood, bevechten wij onze rechten, want vrijheid is meer als de dood. En als de zonne begonnen te doven, op de avond van de dag, dan kunnen wij Goden loven, en Drenthe, dat wint de slag.